Mijn naam is Bas Knap en met mijn 20 jaar ben ik de jongste kandidaat die vanaf een verkiesbare plaats meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 november. En dat is maar goed ook, want het wordt eens tijd dat onze jongeren en starters hoog op de politieke agenda komen te staan. Nog te vaak wonen jongeren langer dan ze willen, noodgedwongen thuis of verhuizen ze zelfs helemaal uit onze gemeente. En dat is ontzettend zonde, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, wordt vaak gezegd. En daar geloof ik ook echt in voor Noordwijk, Noordwijkerhout en de Zilk. En daarom vind ik dat in onze nieuwe gemeente het bouwen van betaalbare starterswoningen de topprioriteit moet worden. Maar goed wonen is één ding. Als je buiten Noordwijkerhout, Noordwijk of de Zilk studeert of werkt, is het ook fijn als je snel op je plek van bestemming komt. Niet alleen over de weg, maar ook via het OV. En daarom wil ik de komende jaren samen met onze collega's in de provincie hard werken aan beter openbaar vervoer, betere aansluiting op de stations Hillegom en Voorhout, zodat je binnen een half uur op Leiden of Haarlem Centraal bent. En wil ik ervoor zorgen dat je na een nachtdienst of een avondje gezellig stappen weer veilig thuis kunt komen in onze gemeente. En tot slot moet onze gemeente een gemeente blijven waarin ontzettend veel te doen is. En daarin spelen onze verenigingen een ontzettend grote rol. Dus we zijn als VVD groot voorstander van goede accommodaties, niet alleen voor onze sportverenigingen, maar ook voor verenigingen als de carnaval. En daarom zijn we als VVD voor het behoud van de Schelft.